Nou, dat oogt er dus iets ingekomen. Dan heb ik erin zitten wrijven. Dat moet je eigenlijk nooit doen natuurlijk. En vanmorgen werd ik wakker en dan was het helemaal opgezwollen. Ontstoken. Druppeltjes in gedaan. Paracetamolletje tegen de ontstekingen. En door. Het doet wel zeer en het kietelt. En ik wilde continu in wrijven. Maar ja, goed, niet doen. En dan hopen dat het zo snel mogelijk over is. Ja, daar ben ik net aan het zagen geweest. En daar heb ik al heel veel mee gezaagd met die machine, maar ik kon elke keer mijn laser niet vinden. Er zit hier dus een knopje. En als ik daarop druk, dan gaat die uit en laser aan. Uit of de laser aan. En dan kun je gewoon heel duidelijk zien waar je moet zagen. Kijk, een mooi streepje. Dus ik ben bijna klaar met al het zaagwerk en dan kom ik erachter hoe dat ding werkt. Beter later dan nooit. Ik heb mijn balkjes gezaagd voor de lichtbalk die hier komt. Dus ik ga eens even in elkaar proberen te schroeven. Een beetje plaatjes maken, want die plaat is een meter breed. Dus dan moet ik deze balk. Kun jij eens kijken of je die dat, hoe noem je dat ding? Ja, die hoverboard. Of die gewoon even naar de kamer kan doen. Ik help hem dan even. Pa, wat ben je aan het doen? Philips Hue light strips. Die ben ik er nu in aan het plakken. Dan moet ik helemaal rond, zo. Ik ben daar begonnen. En dan moet ik helemaal rond. En die kun je aan elkaar koppelen. Ja, dat scheelt wel, hè? En dan ga ik helemaal tot aan het einde en dan... Ik ga hem helemaal rond doen, dus. Ja, hij moet echt helemaal rond, helemaal tot daar. Helemaal tot daar. Als het goed is, kan het precies, want dit was 3 meter buitenwerks. Dus als het goed is, heb ik een heel klein beetje over. Ik kan een klein beetje overlap doen. Oké. Dan doe het stekker er maar in. Die propjes maakt niet uit. Kijk even voorzichtig of hij er komt, hè? Want ik kan niet verder naar daar. Ja, dat redt wel makkelijk. Want Sofie, je hebt ook nog meer, hè? Nee, je hebt niet meer. Verder komt hij niet. Jawel, kijk maar, pa. Wat? Daar zit nog opgefrommeld. Trekken, goed zo. Zo, ja. Ik wil niet trekken. Daarom maar. Doe gewoon. Film, hè? Wow, yo. Wij. Die laatste stuk doet het niet. Vanaf daar. Dat is een paar strips. Vanaf daar, dus zit hij daar niet goed. Zorg dat je niet op gaat staan. Toch zit hij hier wel goed, lijkt het. Pas maar eens op. Lekker dan. Even vanaf een andere hoek, hoor. Dat is wel heel irritant. Oh, let's go. Nu doen ze het allemaal. Dat is ook niet goed. Oh, maar dat is wel echt vet. Eigenlijk wil ik hem nu eens omdraaien. Ja, ik ga helpen. Kijk uit, hè. Tel hem recht aan. Duwen dan. Terwijl duwen. Ja. Oh, maar dat is vet. Kijk. Nou, zo weinig licht, hè. Ja, maar veel pijn en moeite hangt die. Gaan we even laten zien mijn kleur straks. Nou, dat is die lamp. En die heeft licht. Waar is Poes? Weer naar buiten? Het is helemaal geen lekker weer, vriend. Nee, gaan we niet doen. Het regent, vriend. Want die lichtbalk die doet het. Het lijkt alsof die scheef hangt. Als ik hier zo naar die... Hier zo naar die balk kijk, dan komt dat het dak natuurlijk afloopt voor het afwateren. En het plafond wordt wel gewoon recht. Dus die bak hangt waterpas. En die balken die hangen scheef om dus het waterafvoer te kunnen regelen. Ik zal even kijken voor een ander kleurtje. Kun je dat gelijk zien. Kijk, en nou is die blauw. Dat vind ik persoonlijk altijd wel een mooie kleur. Maar goed, dat is helemaal niet belangrijk. Hij werkt en... Ja, verder afwerken nog dan. Ik had jullie al laten zien dat mijn oog ontstoken was. Ik ben naar de huisarts geweest, dat ding werd zo dik dat ik bijna niks meer zag. En zalfje gekregen, dat heb ik in mijn oog gesmeerd. En die zag inderdaad ook gewoon een ontsteking in het oog. Dus begin nou gelukkig een beetje af te nemen. Het zag er allemaal zo raar uit.
Wel een change of plans. De Golf is verkocht. Er is een Mercedes op ingereld. Die heeft echt heel weinig gelopen. Maar die heeft echt heel veel liefde nodig. Dus die gaan we even uitlezen. Motorstoringslampje brandt. Ik ben er nog maar één keer mee naar mijn werk gereden en een keer mee naar Oostburg gereden. En ik heb nu al een lijstje wat er allemaal gedaan moet worden. En de APK verloopt bijna. Dus even kijken wat daar nog voor nodig is. Want ik hoorde ook al een rammeltje van voren ergens in de voorwielophanging en zo. Moet natuurlijk wel goed zijn. Hij heeft nog maar 156.000 kilometer gelopen. NAP, gewoon kloppend, Nederlandse auto. Dus ik ga een bakje koffie drinken. En als ik dat bakje koffie op heb, dan gaan we in ieder geval even de motorstoring uitlezen. Even kijken wat hij zegt. En mijn eerste bens. Ik ben benieuwd of ik ook een beetje uitkom. Maar kwestie van doen en dan zie je het wel. Dus kijk maar weer mee hoe deze before en after het aanpakken, zeg maar. Dus kijk maar mee. Oké, dat is die Benz. Ik zit op de foto niet echt goed zien, maar ja, het is echt super smerig. Uitlaat steekt uit, klepjes daar open, storingen op verlichting. Dat ding heeft gewoon echt niet meer nodig. We hebben er 2 nog mee gedaan, maar nou ja, op zich kan er nog wel. De ledjes eigenlijk even veranderen. Plukjes leven erin. Het is er zit wel een leuke radio in, een Android radiootje. Hoop storingen. Achterin plek zat in ieder geval. Even kijken wat we ervan kunnen maken. Nou, gaan we even leeg trekken. Alle dingetjes, losse spulletjes, rotzooi. Gewoon even alles eruit. Nou, bij de Benz die foutcode is op het dashboard. Dat was omdat er een lampje ontbrak. Dat was weg. En dan gaat er een substitute, oftewel een vervangend lampje branden. Dus ik heb een lampje erin gedraaid en het is opgelost. Meldingen zijn weg. De motorstoring gaf aan dat de luchtmassameter geen verbinding had. Ik heb het stekkertje even aangeduid en toen kreeg ik de code, de storingscode kreeg ik netjes gewist. Dus die is ook weg. Dus langzaam komt het misschien toch nog goed. Wat die knop hier is. Nou. Kijk maar eens naar achter jullie. Zodat ik beter naar buiten kan kijken. Alleen als ik ze dan weer recht wil hebben, dan moet ik jullie vragen om ze recht te zetten. Ik zet ze maar recht. Oké. Okay. Fanny. Dat is grappig. Ja, dat is het grappigste van de auto. Nou, goedemorgen. Onderweg met de Benz voor de APK. Ik had de ruitensproeien even bijgevuld. Bijgevuld en die deed het niet. Dus dan zit ik in de auto. Ik denk, ik ga toch maar kijken. Dan kijken we wat er allemaal aan is. Dan heb ik in ieder geval een lijstje met wat ik moet doen. Maar ik ben aan het rijden en ik test hem en die doet het wel. Dus ik denk prima. Dus kijk maar. Lekker bezig. Nou, zo meteen na de keuring ga ik hem even fotograferen. Nu wordt hij netjes gewassen. Dus ik denk dat hij nog steeds grijs is, want dan staat ik op kenteken. Dus, nou, we gaan het wel even zien hoe hij straks eruit ziet. Hij was natuurlijk pauperviel, zoals echt niks aan het water. Dus de beelden komen zo meteen. Nou, de Benz was best oké. Ik kon inderdaad al zien dat hij weinig gelopen had. 156 is voor zijn auto gewoon niet veel.
Twee draaiharmpjes, te veel speling. Die heb ik even opgehaald. Dus ik ga even snel wat eten. En dan steek ik ze eronder en dan kijken of ik hem nou even kan af laten melden. Want voor de rest was die prima. Dus ja, wordt vervolgd. Ja, zoals ik zei, afgekeurd op draagarmen. Die heb ik gekocht. Die heb ik liggen. Dus die ga ik nu steken. En dan maak ik er een timelapse van, dan kunnen jullie meekijken. Goedgekeurd. Armpjes gestoken was niet zo heel veel werk. Kon redelijk makkelijk bij. Ja, goed. Rondleggen met een krikje. Dat is altijd lastig natuurlijk, maar het is gelukt. Hij is dus goedgekeurd. Dus iets meer dan een jaar APK. Tot 30 januari 2024. Het is nu 10, 11 januari. Dus ja, ik kan het internet op. Klaar voor het nieuwe baasje. Nou, zoals jullie zien is het met mijn ogen wel goed bijgetrokken, voor zover mogelijk. Het zalfje van de huisarts heeft zijn werk gedaan. Ja, en het was natuurlijk weer zover. We zijn weer bij Gerben en Britt wezen eten. Het was weer gezellig. Het was een hoop vlees. Heerlijk. Ik zal het even laten zien. Hier komt ie. Het was heerlijk. Het was weer gezellig. Britt en Gerben, als jullie kijken, volgende keer bij ons. De Mercedes-Benz staat inmiddels online, als jullie de video zien. Even kijken, het is nu woensdag. Dus vanaf morgen kunnen jullie de video zien. En dan staat hij dus één dag online. Ik heb hem om een uur of vier heb ik hem online geplaatst. Ja, en de eerste zeven reacties waren al binnen, waarbij twee biedingen die acceptabel zijn. Dus die gingen morgen laten weten of ze überhaupt wilden komen. Maar goed, dan gaan we even afwachten. Dan had ik nog een ESP-storing na het vervangen van de draagarmen. Dat blijkt dus dat je de accu even los moet gooien. Weer terug aan moet sluiten. Een keer helemaal links, een keer helemaal rechts sturen. En dan zou dat eruit moeten zijn. Maar goed, het regent nu en ik ga nu geen accu los gaan draaien, want het is middernacht. Dus goed, dan gaan we morgen nog eventjes doen, kijken of we dan eventjes kunnen oplossen. En dan is hij gewoon ready to go. Dus ik hou jullie op de hoogte. Binnenkort komt dus het nieuwe projectje, de nieuwe auto. De auto van Marloes die wordt volgende week gekeurd. Dus dat komt waarschijnlijk in volgende week's vlog, komt die nog voorbij. En dan gaat hij ook gefotografeerd worden. Na het wassen natuurlijk, na de keuring. En dan komt hij ook online. Dus mocht je een Twingootje willen, lekker goedkoop rijden van 2008 uit mijn hoofd, dan is die vanaf volgende week ook beschikbaar. Dus blijf vooral kijken. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Later.